En laat die vallen. En dan komt er toch iemand in die pijn. Hey, hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video hierop. Goedendag. Ja, we zijn heel ergens anders. We zijn op een hotelkamer, want we zijn gisteravond zijn we weggereden. Want vandaag gaan we naar een dinosaurus show. Ja. En dan gaan we hele grote, mooie... dinosaurus zien. Ja. En naar de dinosaurus museum. Ja, dat is een soort reizenmuseum. Maar we hebben ook nog wat gekregen. Dat is dit pakketje. Wil jij hem openmaken? Ja. Ben benieuwd wat er dan in zit. Net een kerstpakketje zo, hè? Wauw! Een gouden enveloppe. En leuk! Voor je hotelkamer zijn ze blij mee, al die rommel. Ik zal het er weer een beetje terug in doen. Laat me niet langer in spanning zitten. Maak hem open. Maak hem open. Jada, maak hem open. Ik vind het zo spannend. 100.000 euro in die gouden envelop. Ja, daar is die. En het is... Oh, een dinosaurus. Yay! Mijn lievelings. Oh. En ben je er blij mee? Heb ik een vraag aan jou, Jaden. Hoe heet deze? Weet ik niet. Dit is een T-Rex. En hoe heet deze? T-Rex. Nee, dit is geen T-Rex. Deze heet anders. Papa weet het ook niet. Maar dat gaan we nou zometeen leren op de Dinobeurs. Een groene kaart. Oh. Nee, envelop. Een envelopje. Wat zit er in de envelop dan? Spannend. Oh. Tickets. Ook nog vrijkaarten voor de World of Dino's. Kijk eens, wat mooi. Yeah. En je mag ook een ritje op de dino, zie ik. Op wat de dino? Leuk. Ja, kijk maar, een ritje op de dino. Hey. Oh. Mag jij op de dino rijden zometeen? Wow, dat is wel heel gaaf hoor. Leuk, yeah. Hè? Hey, maar we gaan... zijn geen echte dino's. Jij was wel echte dino's. Echt? Ja. Nou, kom, we zullen snel gaan. Gaan we dadelijk naar Jurassic Park. Doet die dino's ook... ondertek ons lief. Ja, behalve de T-Rex, die eet hij op. Deze. Die eet je helemaal op. Dan moet je een beetje uit de buurt blijven. Maar die komt niet in de show. Jawel, maar die staat achter een hek. Kom, graag ook. Dat is honing. Dat zijn crackers. Ga je nou echt alles vastpakken, bekijken voordat je gaat uitzoeken? Pak een broodje, smeer er wat op, jong. Ik krijg je eentje. Waar is jouw beleg, jong? Heeft hij opgegeten? Ja. Gaat hij weer nieuw pakken. Want broodje eten, niet alleen beleg, hè? Snoepert. Krijg je dat allemaal wel op dan, schat? Ja. Ja? Wat is dit? Lekkere zond zijn met chocola? Nee, nee. Ik heb weer alles op te eten. Nee, nu even op je boterham leggen en gaan eten. Zo, Jane heeft nog een lunchpakketje meegenomen, want hij had zijn boterham niet opgegeten. En dan gaan we nu door naar Dino World. Ja! Durf je wel naar binnen dan? Ja. Ja, durf je naar binnen? Ja, en ik ga er een speeltocht. We moeten bij die echte dinosaurussen moet je een beetje uit de buurt blijven, hè? Hier zitten geen echte dinosaurussen in. Weet je dat zeker? Ik hoor wel wat. Maar dan zeker ons toch dit geluid maken. Voor mij is dat de echte. Nee, daar. Is dat neppe? Ja. Nou, kom maar dan. De eerste, ja. Lees maar voor. Wanneer? Leven 10 ronden. 10 mooie ronden. Wanneer leefde de dinosaurussen? Ja, wanneer was dat? Toen oma jong was, hè? Weet ik niet. Moet jij de oma Koet vragen? Die komt uit die tijd. Zullen we oma Koet even bellen? Ja. Ja, kom. Ja. Goedemorgen, mam. Hey, we staan bij de Dino Show hier in ´s-Hertogenbosch, World of Dino's. En aangezien je uit de prehistorie komt, weet je de vraag wel. De vraag is van wanneer zijn de dinosaurussen uitgestorven? En die tijd heb jij nog meegemaakt. Wanneer was dat? Nou, ga ik helemaal geen antwoord geven. Oké, dankjewel. Ik ga een andere hulplijn inschakelen. Hey,
miljoenen jaren geleden. Miljoenen jaren geleden. Oma zegt miljoenen jaren geleden, zegt oma. Nou, dankjewel, Tuklijf oma. Hoi, hoi. Ja, dank je. Welke is dat? Je moet daar een bordje lezen. 270 jaar geleden is die. Zo lang? Deze aarde. Maar nu is het gelukkig niet meer. Dino's zijn allemaal dood. Brachiosaurus. Brachiosaurus. Zouden ze in Spanje zeggen. Weet je? Ja? Die komt bijna op het plafond. Die komt bijna tegen het plafond aan. Hè? Zo groot is die. Hoe hoog is die? Hij is 25 meter lang. En hoe hoog is die? 25 meter lang. En hoe hoog is die? 14 meter. 14 meter. Hoeveel weeg hij? 14 meter. Oeh. 5000. 40.000 kilo weegt. Die staat hier. Wat een grote dino, hé. Dat is een grote deze, hè? Felicia die is echt heel serieus mee bezig. Die is het hele boekje aan het invullen. De jongens zijn al een beetje aan het spelen onderhand. Afblijven, want hij bijt. Dit is nep. Denk je dat? Hap. Hoppa! We gaan zeggen, hop paardje op. Het is geen paardje, hè? Hop, dinootje op is het. Ah, een monster, een monster. Ga terug het ei in, ga terug het ei in. Ah, hij ontsnapt, hij ontsnapt. Ah, rennen voor je leven. Man, ik houd het wel heel realistisch. Hij bijt echt. Kom pa. Oh. Hey. We lopen in het bos. Wij lopen in het bos, hè? Is dat jouw vriendje dit? Hey, is dat jouw vriendje? Ja, deze. Welke is dit? De T-Rex. Inderdaad, dat is een T-Rex, hè? Dat is een van de bekendste dinosaurusjes. Ik weet hoe deze dino aanvalt van aan zijn knoop. Weet je, als die gaat aanvallen, gaat ze met zijn kale staan. Zo, dat je nog wat leert van in zijn knol. En wat doet deze? Het is een soort egel is het dan eigenlijk. Wat? Wat dan doet hij te staan en laat hij te vallen. En dan loopt iemand achter hem en laat hij vallen. En dan komt het op iemand die heeft die pijn. Ah, zo valt hij aan. Dat kun je nog steeds op een prehistorie egel lijken. Wat een schatje. Dit is alleen voor waaghalsen. Wie is hier een waaghals? Wat is dat? Of je dat durft. Een waaghals is iemand die hierop waagt. Ja, ben jij niet bang? In een spookhuis, hè? Nee. Dit was wel een spookhuis. Jaden, eet je op, Jaden. Ben je dan niet zo eng? Zo hey, kan je nog herinneren dat ene pretpark waar we waren? Daar hadden ze ook zo'n tent neergezet met allemaal dinosaurussen erin. Kan je dat niet meer herinneren? Ik waren jullie alle drie bang. Die gijzelwind was dat. Moet je die vlog maar een keer terugkijken. En nu ben je niet bang? Welke grote meid wil je ook? Oh, nu weet ik wat dat poppen zijn. Ah. Ja, papa. Weet je dat zeker? Dat is niet echt. Is die niet echt? Maar misschien ook wel. Hey, vroeger waren die wel echt. En dan stond je hier niet. Met één hap en je was helemaal opgeslokken. Je was op. En niemand was hier op de land. Nee, dat klopt. Er waren nog geen mensen, nee. Kijk maar hoe groot die mond is. Daar ging je in één keer in. Nee, nu bestaan ze niet meer. Alleen nog maar in boeken. En hier. Hier komen ze nog tot leven. Papa, wacht. Hap! Dus dat even waarom ze. Zijn die gestorven? Ja, dat is een goede vraag. Maar ze zijn gewoon uitgestorven. De dinoscoop. Nou, gaan we even binnen kijken. Kom maar. Kleine en grote hagedisachtigen.
vreedzame, die alleen planten aten, en vleesetende rovers, zoals de Tyrannosaurus Rex. Hij is de grootste, gevaarlijkste en sterkste van alle roofdinosauriërs. We gaan nu verder met de speurtocht, Jilisha, om het kort te maken. Hoeveel meter is de staart van deze dinosaurus? De kidzone, dat gaan ze leuk vinden. Nou, hier is wat voor kinderen te doen, jongens. Ga maar kijken. We hebben een Minecraft-achtbaan uitgekozen. Het zijn wel echte poetjes hoor, want ook Jade heeft een achtbaan uitgekozen. Dit is wel leuk gemaakt, dit is een zandbak, maar daar zitten allemaal benen in van oude dinosaurussen. Kunnen ze zelf opgraven, zeg maar. Kinderen kunnen lekker springen op verschillende springkussens hier. We hebben ook een Dino Rider. Nou, in galop ermee. Ga maar. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Weet jullie wat het is? Dan kan je hier in de Dino Shop kan je iets uitzoeken voor 15 euro. Yes! 15 euro. Lopen we weer bij ons erboven. Gaan we eerst kijken wat ze allemaal hebben. Even kijken hoe duur er is en of je die kan kopen. En dan deze is. Voor deze jongeman? Is voor deze drie jongeman. Yes! Ik heb bij mij nu! Ja, ben je er blij mee? Krijg je hem eruit? Nee! Je komt mijn liever een ei! Een mooi roze ei. Ja, maar die moet denk ik in de pakken. Weet ik niet, moet ik in de pakken kijken. Wil ik hem even openmaken? Ah! Ik wist niet als dat konde! Ja, dat is een handpoppetje is dat. Oh, kan nog huilen? Voor twee iets. Huilen? Jij mag er ook een keer mee spelen dadelijk, ja? Gaan we alles inpakken. We gaan wel even kijken naar de speurtocht, hè? Hoe jullie die gemaakt hebben. Wat staat hier? Want dit is het antwoord. Hoera. Jij weet echt alles over dinosauriërs. Ja, nou heb je goed opgelost. Je hebt alle vragen goed beantwoord. Ja. Jij bent een hele slimme meid. High five. Alleen deze hebben we niet. Ja, meneer papa heeft stiekem ingeroepen. Oh, je hebt verkeerde gepakt. En zo, lieve mensen, zijn we op het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Deel een like hem. En tot morgen, want dan zijn we er weer. Dag. Ra. Lieve vrienden, bedankt voor het kijken van deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het even te snel. En vergeet natuurlijk heel even het belletje niet, hè. Tot de volgende keer.